29 juli presenteer ik weer een nieuw seizoen Zomergasten bij de VPRO op NPO 2. Ik ga met 6 gasten in gesprek over hun ideale televisieavond. En mijn eerste gast van dit seizoen is Romana Vrede. Romana Vrede is actrice en verbonden aan het Nationale Theater in Den Haag. Vorig jaar won ze de prestigieuze toneelprijs Theodor voor haar hoofdrol in het stuk Race van regisseur Erik de Vroet. En dit. Haar rol in de theatermarathon The Nation leverde haar een nominatie op voor de Colombina, de prijs voor de meest indrukwekkende vrouwelijke bijrol. Komend jaar is Vrede opnieuw te zien in haar eigen stuk Who's Afraid of Charlie Stevens, over de liefde voor haar ernstig autistische zoon Charlie en de plaats die ze voor hem bevecht in onze samenleving. Als de boodschap fout gaat, dan denken we heel vaak dat het ligt aan de autist. Terwijl de boodschap gaat mis in het midden. Romana Vrede heeft leren kijken door de bril van haar zoon Charlie, die zich elke dag opnieuw verwondert over de vreemde wereld om hem heen. Die blik inspireert ook haar zomergastenavond. Janine Abbrink praat met Romana Vrede op zondag 29 juli in VPRO Zomergasten. Direct na de televisieuitzendingen van VPRO Zomergasten kun je op dit YouTube-kanaal kijken naar Zomergasten in 5 minuten. Abonneer je nu alvast, dan hoef je straks niks te missen.